een beetje wel. Hoeveel heb je er uiteindelijk gewonnen? Twee. Beste track, hoop ik? Beste vocal, beste track. Nice, Waves. Ja. Maar sowieso, shout-out naar alle genomineerden. Het was een goed jaar voor muziek in Nederland. Ja, wat maakte het dan zo goed? Gewoon, de kwaliteit gaat omhoog. Mensen doen meer hun eigen ding. En je merkt het gewoon, je voelt het gewoon. Bedrijven, social media, platformen, whatever. Iedereen springt er nu. Nu beseffen ze eigenlijk wat er gebeurt. De Nederlandse artiesten are upcoming. Ja, sowieso. En dan jouw track met 50 Cent. Ja. What about that? Ja, dat was zomaar out of the blue. Out of the blue, maar freaking amazing. Ja, nee, ik ben er ook heel trots op. Sowieso is dat een van mijn jeugdhelden geweest. Dus voor mij was dat wel een goeie. En what's next? Je wilde er niet heel veel over vertellen, maar klein beetje. Ja, ik zeg nooit wat ik van plan ben. Ik praat alleen over dingen die ik doe of heb gedaan. Maar nooit over dingen die ik van plan ben. Want dan kunnen mensen jou peilen of weet je, dat doe ik niet. Maar we kunnen in ieder geval heel veel vette muziek van je gaan verwachten. Ik hoop het wel. Dus volgend jaar weer een FMA? Ik hoop het wel. Ja, nee. Sowieso. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel.